Werknemers die arbeid verricht hebben, moeten tijdig uitbetaald worden. Als overheid moeten wij hierop toezien. Dit zegt Steven McAndrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ. De bewindsman stelt dat bij het niet op tijd uitbetalen voor geleverde arbeid het decent work principe wordt geschonden. Ik heb het, wanneer was het? Vorige week vrijdag gezegd, toen ik bezoek kreeg van mensen van het Wanica ziekenhuis die hun lonen niet op tijd hebben gekregen, dat het in principe in strijd is met het principe van decent work, want we geloven in loon en arbeid, maar we geloven ook dat mensen die werk hebben verricht op tijd betaald moeten worden, omdat we toch wel beseffen dat ze verplichtingen hebben, ze moeten kunnen voorzien in hun levensonderhoud, etc. Dus is iets wat we zeker gaan blijven promoten, dat dat op tijd gebeurt. Als arbeid hebben we ons terrein waarop we ons richten. De issues die waar er vaak sprake is van late betaling hebben vaak betrekking op de overheid. Dus als overheid moeten we ook de hand in eigen boezem steken en ervoor zorgen dat dit soort excessen niet meer plaatsvinden. McAndrew geeft verder aan dat ook mensen met een beperking niet vergeten mogen worden op de arbeidsmarkt. De bewindsman geeft aan dat het ministerie reeds verschillende projecten heeft uitgevoerd, zoals het Basic Needs Fund, Trust Fund, BNTF project, waarbij personen met een beperking zijn getraind en sommigen begeleid zijn geworden in het opstarten van economische activiteiten als micro-ondernemer. Wat betreft het derde countryprogramma gaan we kijken naar soortgelijke initiatieven, omdat we toch wel willen dat ieder recht heeft op decent work, ook personen met een beperking. Dus de focus zal specifiek zijn op 1. Training, 2. Het bevorderen van micro-ondernemerschap. Ik moet ook aangeven dat ze ook een specifieke groep zijn die genoemd zijn in ons aangenomen middellang arbeidsmarktbeleid, omdat we toch wel een gerichte focus op ze willen hebben.